De Surinaamse bank heeft gisteravond, naar aanleiding van de laatst gehouden aandelenemissie, een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, AFA, gehouden. Deze vergadering was volgens de leiding van de bank noodzakelijk, omdat ze van plan is het model van de aandeelbewijzen te vernieuwen, hetgeen ook een wijziging in het aandeelhoudersbelang betekent. Tijdens deze goed bezochte bijzondere vergadering van aandeelhouders zijn 5 leden van de Raad van Commissarissen afgetreden en zijn 4 nieuwe benoemd. Dit is gebeurd onder voorbehoud. De Centrale Bank van Suriname moet namelijk nog goedkeuring aan de benoeming verlenen. De wijziging in de RVC houdt tevens verband met de wijziging in het aandeelhoudersbelang na de recente aandelenemissie. In de AFA is verder goedkeuring verleend voor de wijziging van de statuten. De belangrijkste betreft de verruiming van het maatschappelijk kapitaal, de vorm van de aandeelbewijzen en de samenstelling van de Raad van Commissarissen. De wijziging van de aandeelbewijzen stelt de bank in staat af te stappen van de ouderwetse aandeelbewijzen. Volgens de nieuwe regels voor banken zijn alle aandelen op naam en heeft de bank de verplichting een aandeelhoudersregister op na te houden. Het drukken van aandeel- en dividendbewijzen, zoals vastgelegd in de oude statuten, kan nu achterwege gelaten worden.